Het geboorteverhaal van Jezus. Tel de mensen van mijn land, beveelt de keizer. Alle mensen van zijn land gaan op reis. Sommigen heel ver, naar de plaats waar hun familie vandaan komt. Daar moeten ze hun naam in een boek schrijven voor de grote volkstelling. Zo kan de keizer tellen hoeveel inwoners in zijn land wonen. Ook Maria en Jozef moeten heel ver op reis. Maria op een ezeltje, want stappen lukt niet meer zo goed. Het kindje in haar buik is al groot en wil er graag uit. De reis is lang en zwaar en Maria wordt heel moe. Eindelijk komen ze in de stad Bethlehem. De buik van Maria doet pijn. Ze verlangt naar een warm bed. Maar zoveel mensen zijn op reis en iedereen wil een warm bed. Alle bedden zijn al bezet. In elke herberg waar Jozef aanklopt, gaat de deur voor hen dicht. Voor arme mensen is geen plaats meer. Eenzaam stappen Maria en Jozef langs de weg. Zijn ze dan nergens welkom? Buiten de stad vinden ze een stal. In de stal staat een os. Hij kijkt hen slaperig aan. Kom maar binnen, zeggen zijn warme ogen. Met stro maakt Jozef een zacht bed voor Maria. Die nacht wordt haar kind geboren. Ze noemen hem Jezus. Jezus is klein en lief en mooi. Maria en Jozef zijn zo blij met Jezus. Maria wikkelt Jezus in doeken en wiegt hem in haar armen. Jozef maakt van een kribbe een wiegje voor Jezus. De os en de ezel kijken toe. Het wordt warm in de stal. Buiten in het veld slapen herders in de donkere nacht bij hun schaapjes. Sommigen houden de wacht. De slapende herders worden wakker. Wat horen ze daar? Wie zingt daar in die donkere nacht? Ga op weg en zoek een stal, zingen engeltjes aan de heldere sterrenhemel. Daar ligt een pasgeboren kind. Breng het snel een bezoek, want het is een heel bijzonder kind. De herders en hun schaapjes gaan op stap. Ze vinden de stal met het pasgeboren kindje. Ze knielen bij Jezus neer. De herders geven hem wat ze hebben, hun liefde. Vol van geluk keren de herders terug naar het veld. Ze vertellen over hun bezoek aan iedereen die het wil horen. Deze bijzondere nacht zullen ze nooit vergeten.